We hebben verschillende gesprekken gevoerd met de vertegenwoordiging van de BVL en van de Vols. En die hebben geresulteerd in een voorstel dat van deze zijde is gepleegd. En daar is nu een moment aangebroken dat wij aan het publiek wilden vertonen en prijsgeven wat de stand van zaken is. De heer Jozef Zoon en de heer Ali Bux zullen in volgorde van de heer Ali Bux en dan de heer Jozef Zoon u het verslag doen over de stand van zaken op dit moment. De Vals heeft altijd constructief meegewerkt. De BVL heeft gepoogd een aantal goede voorstellen te doen, maar wat we hebben ervaren, heel, heel jammer, is dat de BVL onbegrijpelijkerwijs iedere keer weer terugkwam op zijn afspraken die zij deed aan de raadsadviseurs van de regering. Waardoor er eigenlijk geen vooruitgang kwam. Er kwam vooruitgang van de zijde van de Vals. Er kwam plotseling een geweldige vooruitgang van de zijde van de BVL. Maar plotseling, zoals hij kwam, is die vooruitgang ook teruggenomen, omdat de BVL iedere keer weer van zijn standpunten terugkwam, op zijn standpunten terugkwam. Dat is vandaag door de heer Jozef Zoon aangegeven aan de rechter. Toen ontlokte dit verslag bij de rechter de vraag aan de heer Valies van: meneer Valies, wat gebeurt er? En de heer Valies zegt: wel, ik ben constant bereid tot overleg, maar iedere keer weer zijn er problemen, dus ik moet terugkomen op mijn standpunten. De rechter vroeg: wat denkt u? Wilt u voortgaan in het overleg? Denkt u dat het nog nuttig kan zijn? En de heer Jozef Zoon heeft namens ons geantwoord: rechter, er is geen manier om uit dit probleem te komen wanneer een tegenpartij of een medepartij, want het is geen onderhandeling, het is samenspraak, constant op deze wijze zich gedraagt. Je komt geen stap vooruit, de zaken worden eigenlijk ondermijnd en het is alsof andere zaken hier spelen dan alleen maar het onderwijs gebeuren. Het lijkt erop alsof andere gebeuren, andere agendas de overhand hebben en dat men juist niet tot de overeenstemming wil komen en eigenlijk wil doorstuwen naar een situatie weer waarbij de scholen weer worden platgelegd. En na het kort geding vandaag, rond 3:15 middags wordt dat afgelopen, merken we dat de heer Valies, de BVL, opnieuw oproept tot vergadering in Matagouri op woensdagmorgen 8:00. Dat betekent: de zaken gaan weer plat. Wij zijn echt van overtuigd dat het hier niet gaat om het belang van de leerkrachten. Het gaat hier niet om het belang van onderwijs. De voorzitter van BVL moet een ander belang zijn, want als dat niet het geval, dan had hij heel rustig kunnen laten kijken, laten onderzoeken, laten analyseren, zijn voorstel en ons voorstel en tot een besluit komen. Maar het grote probleem is, als je met BVL samenwerkt, overleg voert, zij hebben altijd gelijk. Zij hebben altijd gelijk. Zij moeten altijd zeggen hoe het moet zijn. De BVL pretendeert het vandaag in de rechtszaal te zeggen, want ik wil met de minister van Financiën aan de tafel gaan zitten om berekeningen te maken. Wie is de voorzitter van BVL? Om te eisen met de minister van Financiën aan tafel te gaan zitten. De voorzitter van BVL zegt tegen ons: nee, elk besluit wat de regering neemt moet hij eerst met BVL overleggen. Wie is BVL om die eis te stellen? Dat kan niet. BVL is geen mede-eigenaar van ons onderwijs. We willen BVL echt heel serieus nemen, maar niet op deze wijze. En eigenlijk is dat het hele grote probleem. Er valt geen land te bezeilen mee. En daarom
hebben wij vandaag de knoop maar doorgehakt. Op deze manier voeren wij geen overleg, dan hoeven we niet praten. Volgens heeft ons voorstel geaccepteerd, zij het met wijzigingen en we zullen verder gaan met Volks. Als de regering dat ook goed vindt. Natuurlijk mag iedereen staken, is een vrijheid van recht, is grondwettelijk bepaald, is universeel bepaald. Maar wanneer mensen staken op onredelijke gronden, een staking is niet per se nodig om een voortgang te hebben in het proces. De mensen staken maar om het staken. Dan is het onrechtvaardig als stakers ook betaald worden zoals de lesgevenden, de onderwijsgevenden. Dus ligt het voor de hand dat onzezijds het voorstel wordt gedaan. Een geluid dat we heel veel hebben gehoord in de afgelopen weken vanuit de samenleving naar ons toe. Van waarom worden de stakers betaald? Dus doen we het voorstel aan de regering om te overwegen om stakers niet te betalen en niet stakenden, zij die wel lesgeven, wel normaal door te betalen. Dat zijn de voorzorgsmaatregelen op dit moment.